Het mounten van stempels. Ik krijg regelmatig vragen over hoe dat nou werkelijk gaat. Je koopt een stempel. Hier zit alleen een stukje rubber in. Hier zit ook alleen een stukje rubber in. Het is eigenlijk heel simpel en eenvoudig, maar je moet het even weten. Je hebt een acrylblok nodig. Dat is waar je straks je stempel op gaat plakken. En je hebt een vel EZ Mount nodig. EZ Mount is een foam wat aan twee zijden kleeft. Aan de ene zijde plakt het. Aan de andere zijde plakt het eigenlijk minder. En kijk, als je het eraf haalt, dit kleeft eigenlijk niet. Dan heb je hier heb je de achterkant, dat witte laagje hier, dat haal je eraf. Dan hou je dit over. En dan zul je zien dat heel gemakkelijk je stempel op een acrylblok blijft kleven. Heb je je stempel zonder EZ Mount, dan kun je hem op een acrylblok leggen, maar je stempel valt eraf en er gebeurt dus helemaal niets. Dus dat is eigenlijk een beetje het verhaal. Koop je dit, heb je altijd nog EZ Mount erbij nodig. Hoe gaat het nou in zijn werk? Ik heb hier een vel liggen. Dit is de klevende kant. Je stempel die leg je zo op je vel. En dan ga je hem alleen maar uitknippen. Hier is het helemaal niet. Dus je hebt hier je vel. Ik werk altijd met de schaar van Tim Holtz, want die vind ik altijd heel erg fijn. Ik leg het overige vel weg. En ik heb hier nog een heel klein stukje waarvan ik dan eventjes de restantjes straks op kan doen, want het kleeft natuurlijk nogal. Is je schaar heel erg vies, dan maak je die straks gewoon met een beetje aceton of een schoon. Een watje, een doekje, het maakt eigenlijk helemaal niet uit. En je knipt zo je stempel uit. Vind je het heel erg lastig knippen, dan kun je je schaar ook nog in de talkpoeder doen. En dan heb je dat het wat minder kleeft aan je stempel. Zo knip je je stempel uit. Je hebt hier de achterkant de witte laag. Die witte laag die haal je eraf. En die plak je op je acrylblok. En zo heb je een gemountende stempel. Je haalt hem weer af. Je gebruikt hem weer. Het blijft ook gewoon kleven. Mocht het niet kleven, dan kun je altijd nog een beetje lijm erachter doen. Want ik heb wel eens gehad dat het op een gegeven moment toch wat minder gaat worden. Je maakt hem gewoon weer schoon en klaar. Waar moet je nog op letten? Bijvoorbeeld met een tekststempel. Dat kan ik je hier heel makkelijk uitleggen aan de hand van deze stempel. Je ziet dat hier eigenlijk lijnen omheen zitten. Elke stempel die ik maak, daar test ik bij of de lijnen, als ze afdrukken, niet hier ook of dat doordrukt. Dus dan zorg ik dat ik de contourlijnen om mijn stempel wat kleiner maak. Nou, dat geldt hetzelfde voor dit. Als je deze vierkante stempel op EZ Mount zo zou plakken, dan heb je natuurlijk heel snel, als je het zou beinkten, dat dit ook allemaal onder zit. Wat doe je? Je plakt je stempel op EZ Mount en je zorgt dat je de contouren eromheen gaat knippen. Zie je dat? En dan kun je vanzelf bij je stempelafdruk zien. Hier zit bijvoorbeeld helemaal geen inkt. Hier ook bijna niet. Dus dan zie je dat je stempel goed afdrukt. Is het nou zo dat je hem opplakt en je bent niet tevreden, je hebt een afdruk gemaakt en je denkt, hé, wat jammer nou, ik heb toch nog ergens een streep. Dan pak je je stempel en dan knip je gewoon nog zo een stukje eruit. Let natuurlijk wel op dat je niet heel je stempel verknipt. En dan plak je deze weer op en dan maak je gewoon weer een hele mooie afdruk. Ik berg ze straks zelf gewoon weer hierin op. In een plastic zakje, dan heb ik alles weer bij elkaar. Dit is het mounten van de stempel. Eigenlijk heel simpel en eenvoudig. Dit zijn vellen die zijn iets groter dan A4. Daar kun je ze in kopen. Je kunt ook de helft kopen. Dus als je het eenmaal weet, is het zo te doen. Lastig werkje, maar wel nodig om je stempels te laten plakken. Nou heb ik zelf nog een... Ja, dat is heel niet goed. Ik kan het wel even laten zien. Ik heb zelf nog een andere plaklaag gekocht. Nou, word ik niet zo tevreden over. Kijk, dit is zo'n laag. Dat plak je erop. Dan kun je rubbers gewoon hierop plakken zonder EZ Mount. Het nadeel vind ik daarvan dat het heel erg vies wordt. Dit kun je bijna niet schoonmaken. Dus dit gebruik ik eigenlijk niet. En dan werk ik liever met EZ Mount, met het
foam erachter, deze laag. Waarom is deze laag? Deze laag is omdat je stempels dan veren. Zie je dat? Als je afdrukt, dan veert je stempel wat. Er zijn ook wel eens mensen die nemen een beetje dubbelzijdig tape plakken. Zie je hierop, en laten ze de stempel opplakken, zodat je deze laag niet nodig hebt. Wat ook wel wordt gedaan, is met een klein tubetje lijm. Dat is witte lijm met een groene dop. Ik kan zo gauw niet op de naam komen. Die lijm die smeer je op de achterkant van je stempel. Dat laat je even drogen. En dan de volgende dag dan kun je hem ook hier op een acrylblok gebruiken en weer weghalen. Dus ik hoop dat dit een beetje verhelderend voor iedereen is. En dat jullie toch makkelijk je unmounted stempels kunnen gebruiken.